1,672 miljoen kijkers zien geïrriteerde en vermoeide Chantal in The Voice. Chantal Jansen was gisteravond tijdens de tweede live show van The Voice of Holland niet op haar best. Dat stelde een bezorgd deel van de 1,672 miljoen kijkers op sociale media. De presentatrice zou volgens het thuispubliek niet lekker in haar vel zitten en snel op haar teentjes getrapt zijn. Ik wil hekje Chantal een ai over der bolleke geven, ze is zo niet zichzelf, nou ja, de versie die ik van haar ken, is een greep uit de reacties. Kreeg presentator Martijn Krabbe vorige week nog de volle laag over zich heen nadat hij oranje op beeld verscheen, gisteravond was het Chantal Jansen die de aandacht op zich wist te vestigen. De presentatrice, die in een zilver glitterjurkje haar entree op de bühne maakte, was bij kijkers direct het mikpunt van spot. Niet alleen werd haar feestelijke outfit onder een vergrootglas gelegd, ook over haar gezicht werd van alles geschreven. Och, wat heeft Chantal gedaan? Strak van de botox, merkten meerdere mensen op. Anderen stelden dat de blondine weer in verwachting zou zijn van een kleine spruit. Ondanks dat de vermeende botoxloop van de presentatrice veelvuldig werd aangekaart, waren er ook kijkers die zich oprecht zorgen maakten om Jansen. Zo zou ze geïrriteerd overkomen, niet scherp zijn en er vermoeid uitzien. Wil de echte Chantal nu op het podium komen? Wat is er toch met haar vandaag, schreef Andrea op Twitter. En een ander, ik weet niet waarom, maar ik heb met Chantal te doen. Ze lijkt niet op haar gemak. Jansen plaatste later op de avond een bericht op haar Instagram stories, waarin ze indirect reageerde op de kritiek die ze over zich heen had gekregen. De blondine blijkt inderdaad met een griepje te kampen, zoals sommige kijkers al eerder veronderstelden. Zo. Even kijken wie er vannacht meer wakker ligt van onze grieperige koppen inclusief verstopte neuzen, mijn kind of ik. Slaat lekker pieps. The Voice of Holland is het op één na best bekeken programma van de avond, zo blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Alleen het NLRS-journaal van 20 uur werd beter bekeken, daar keken ruim 1,9 miljoen mensen naar. Jinek wist de kijkers van de talentenjacht niet vast te houden, de presentatrice moet genoegen nemen met 794.000 kijkers. Andere programma's die het ook goed deden waren Flikken Maastricht, 1,323 miljoen, en De Wereld Draait Door, 1,297 miljoen. Matthijs van Nieuwkerk kondigde eerder deze week in een exclusief interview met deze site aan te stoppen met zijn talkshow. Op 27 maart is de laatste uitzending van het NVARA-programma dat 15 jaar lang op de buis te zien was. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.